Hi, Mon. Hi, meisje. Jammer dat het geen geurcamera is, hè? Ja, want dan had je het nog kunnen ruiken ook. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer vrijdag 2 april. En straks komt Astrid. Ik ga zo eerst even dat trieste weer in. Het is grauw, grijs. Ja, niks aan. Geen zonneschijn dus. Nee, ga ik met mijn woefjes eventjes lopen. Ik weet niet wat ik vandaag allemaal ga doen. Er moet ook alweer een vlog in elkaar. En ook nog een speciale vlog moet er in elkaar. Daar ben ik ook druk mee bezig. Dus ja, dat is eventjes aanpoten vandaag. Het is dus 2 april, zei ik. Het is 12:57. Dus ik zeg van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenbol. Net wat ik zei. Ik moet er al de bliksem er vandoor, want om 2:30 staat Karin weer voor mijn... Karin, Astrid weer voor mijn neus. Dus ja, je weet het nooit wat er nog meer kan gebeuren. Ook in een onverwacht bezoek komen, dat weet je maar nooit. Nee, dat... Maar ja, ik wens jullie natuurlijk nogmaals welkom bij een nieuwe vlog. En ik hoop dat ik iets leuks kan laten zien. Ik moet een plaatje in elkaar zetten waar we zelf op staan ook. Dus ja, ik heb een hele leuke foto uitgetypt al een tijdje terug. Die heb ik al een keer gebruikt, maar... Ik ga er nou even een leuk paasplaatje van maken, zowel voor op Facebook, zowel voor op YouTube. En bij YouTube komt er nog meer erbij, dus ja, feestelijk genoeg, dacht ik. Ja, ik ga nu zo mijn jas aan doen en de meisjes uitlaten. En ik zou zeggen, geniet van jullie dag op jullie manier, hoe jullie hem invullen, met wat jullie willen gaan doen. Maar vooral... Doe dat wel. Blijf lief tegen elkaar. Doe lief tegen elkaar. Naar een ander toe, die je niet kent, ook gewoon lief blijven. Ja. Dag zeggen. Vriendelijk gebaar is het halve werk, zeggen we dan maar. Ja, toch? Dus zeggen. Pak elkaar beet. Geef elkaar een knuffel. Dat doet het mens zo goed. Ze zeggen wel dat het niet mag. Je moet doen wat jij wilt. Ik heb van de week ook bij de supermarkt, de Vomer, voor de deur, dus op de openbare weg, iemand een knuffel mogen geven. En die iemand gaf mij ook weer een knuffel. Zonder monddoekjes. Is niet nodig. Ik ben niet ziek geworden, niks. Dus, ben er nog hoor. Ja, ik hoor Kandalf miauwen. Dus die zal even snel binnen gaan laten. Hé? Hey? Ja, ga eens even naar de kant. Nee, jij gaat er niet uit, nou. Hi, Mon. Hi, meisje. Hi, mijn meisje. En daar hebben we ons andere meisje. Nee, ja. En daar hebben we ons kereltje. Hey, ja. Dus alle drie even in beeld geweest, hebben we dat ook weer even gehad. En ja, toch al die handelingen doen me toch wel weer hoor. Niet erg meer, maar ja, ik sta dan ook stijf van de medicijnen. Zo simpel is dat. Ja, je lichaam raakt eraan gewend aan die medicijnen, dus je kan er weer een beetje beter tegen. Dus, komt ook allemaal goed. Ik zou zeggen, hou volgende moed en tot later. Doei! Ja, zo lieve vrienden, ik denk ik haal jullie er weer even bij. Astrid is net de deur weer uit, dus mijn huisje is schoon. Andere week komt ze niet, want ja, ze heeft dan een weekje vakantie en we hebben de Pasen en alles. Maar ik krijg sowieso voor donderdag al een ander, maar ik heb ook gevraagd voor dinsdag, want anders trek ik het niet. En dat lukt mij nou nog niet, maar ik ga nou wel aan mijn eten beginnen. Voor de komende dagen. En daar heb ik toch weer genoeg aan. Want het is weer een pakket voor een heel gezin. En dat is groene curry. Dat ga ik nou lekker klaarmaken. Dus dan ligt de boel al helemaal klaar.
En daar ga ik mee beginnen en ik laat dat jullie straks natuurlijk wel weer even zien, logischerwijs. En dat komt allemaal goed. Ja toch? Ja! Ik heb er zin in, dus er is hier ook lekker gesopt en gedweild, dus het ruikt ook weer fris, maar het ruikt ook al gelijk naar een rode ui hier. Ja, kijk. Rood van de ui. Nou ja, noem ik niet rood, neem maar paars. Maar doet er niet toe, kleurt mooi bij mijn haar. Maar oké, ik ga er verder mee en ik laat het halve de wegen wel weer eventjes zien. En ik doe er dit keer rijst doorheen, want ik heb rijst in huis. Dus het komt helemaal goed, maar ik doe het niet met kipfilet, ik doe het met gehakt. Ik had geen zin om kipfilet weer te pakken. Want ja, dat hoeft niet altijd, het kan ook met ander vlees, ja. Waarom altijd maar kipfilet? Als je daar geen zin in hebt. Nou, ik kan het ook met ander vlees doen. Ja, toch? Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei! Nou, lieve vrienden, het ziet er alweer heerlijk uit. En dan moeten er nog twee dingen erbij in. En dat is de groene curry. En dat is de kokosnootmelk. Ja. Dat moet er nog bij in, maar het ziet er al voortreffelijk uit en het ruikt ook al voortreffelijk. Het is alleen nog, de rijst moet nog gekookt worden, maar het is nog vroeg. Dus ja, als dit klaar is, ben ik al blij genoeg. En dan komt het ook wel goed, zeker te weten. Dan hoef ik het vanavond denk ik maar nog op te warmen en de rijst er doorheen te doen. Ja toch? Dus het komt allemaal wel heerlijk in orde. En het wordt smullen, dat ruik ik nou al. Jammer dat het geen geurcamera is, hè. Ja, want dan had je het nog kunnen ruiken ook. Zo heerlijk. Nou, tot straks maar weer.